Hallo allemaal en welkom bij de nieuwjaarspecial van Babbelhap. Het is vandaag, als jullie dit zien, 31 december en dus oud en nieuw. En vandaag ga ik samen met mijn gast jullie laten zien wat je nou kunt maken op 1 januari. Iets heel gezonds gaan we maken en we gaan iets heel leuks doen met overgebleven oude oliebollen. En mijn gast van vandaag was jaren geleden mijn Zumba-docenten. Maar inmiddels is ze moeder van twee kinderen, heeft een hele leuke man. Is helemaal fulltime bezig met werk als influencer. Op YouTube, op Instagram, super goed bezig. Ik kan haar video's alleen niet kijken omdat het in het Portugees is, helaas. Maar ze praat gelukkig ook Nederlands. Het is ook maar net een beetje waar je zin in hebt hoe je haar naam uitspreekt. Vandaag noemen we haar Raquel, maar het kan ook Rachel zijn. En nou, ze mag straks lekker zelf gaan vertellen wat de juiste uitspraak is. Hier is Raquel. Nou, welkom. Dankjewel. Ik vind het heel leuk dat ik er ben. Want ik heb Charlotte al, weet ik veel. Jij zei 12 jaar dus. 100 jaar. Ja, ik weet niet meer. Ja, misschien wel langer dan 12 jaar. Bizar. Niet gezien. De laatste keer was in mijn les. Maar ik vind het zo raar dat jij, ik zag jou ook en dan is er niks veranderd. Nee, en bij jou ook niet. Raar. Thank God. Raar is dat, hè? Ja, zoveel tijd zit ertussen, maar we zijn niks veranderd. Nou, de botox doet zijn werk. Heb jij botox? Nee. Oh, ik denk dat vind ik niks voor jou. Maak een grap, nee, ik heb geen botox. Nee, maar je hebt inmiddels kinderen en je bent helemaal moeder, maar je ziet er echt letterlijk hetzelfde uit. Nou, top. Ja, je moet me niet zonder kleren zien, want dat is dat helaas niet hetzelfde. Maar goed, dat laten we even voor een andere aflevering. Ja, jij was dus mijn Zumba-docent. Ja. Ik ging echt naar de Zumba voor jou. Ja. Het was zo leuk. Het was ook, ik ging samen met Shanna, mijn vriendinnetje, en wij gingen, nou ja, we waren niet heel erg gemotiveerd, maar altijd als we wisten dat jij les ging geven, dan dachten we, ja, we gaan. En als je gewoon even niet zo energiek meedeed, dan zei je helemaal, kom op Charlotte, je kan het, yes girl. Ja, ik probeerde er wel een feestje van te maken. En we maakten altijd filmpjes dan daarna voor jou. Voor mijn, want daar hadden we het toen over. Er was nog niet echt, er was wel YouTube, maar wij deden er allebei niks mee. Nee. Ja, inmiddels hebben we allebei onze plekje op het internet gevonden. Zo grappig. Ja. Want wil jij even aan de mensen thuis vertellen wie je bent, wat je doet? Ik ben dus, ja... We hebben gisteren allemaal memo's gestuurd over... is het nou het is niet Rachel. Nee, nee. Is het Rachel? Nee. Ja, even jongens. Het is toch bizar dat je dan gewoon je eigen naam niet weet uit te spreken. Ik zal het even uitleggen, even snel hè. Ik kom uit Brazilië en daar zeggen ze altijd Raquel. Mijn vader, toen wij in Nederland kwamen wonen, vertelde mij dus... Want ik vroeg letterlijk een keer aan hem van hoe moet je mijn naam in het Nederlands spreken? En toen zei hij Raquel. Ja. Dus ik zei oké, toen heb ik me de eerste jaren in Nederland zo genoemd. Totdat dus een jongen, toen was ik weet ik veel, 15, 16... Oh, ik dacht dan ga je dit vertellen, leuk. Ja, ja. Maar dat was ook echt de reden waardoor ik dacht... Nee, dat vind ik vind het vreselijk als mensen mijn naam horen en ze denken dus dat ik zeg... Ik was jong, hè. Raquel, oh, wat zeg je nou? Ben je gel? Toen moest iedereen lachen. Iedereen moest keihard lachen, dat weet ik nog heel goed. Dus ik dacht echt van, ik vind het verschrikkelijk. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat het ook echt zo klinkt. Ja. Dus toen ben ik overgestapt naar Raquel. Maar goed, noem me maar hoe jullie dat willen. Maakt me helemaal niks uit. Je schrijft dat met een CH in ieder geval. That's the story about my name. Dat is over je naam. En dan nog, wie ben jij, wat doe jij? Ik ben mama van twee kindjes. Dat is ook wel echt een fulltime job. Dus daar hou ik me heel veel mee bezig met mijn kindjes. Ja. En ik maak content op YouTube en Instagram. Ja, wel gefocust meer op het Portugees sprekende publiek. Want ik ben natuurlijk, ik kom uit Brazilië. Dus ik vind het leuk om een beetje Nederland en Brazilië met elkaar te mengen. Dus mijn content op YouTube is allemaal in het Portugees. Dus mocht je Braziliaanse volgers hebben, kom lekker ook naar mijn kanaal. En op Instagram doe ik wel een beetje van alles. Zo, wat een werk. Ja, mix ik wel alles. Jij ja. typt alles gewoon in beide talen, respect. Ja, probeer ik wel, ja. Dus dat, net zoals Charlotte, is dat nu een beetje mijn baan geworden. Echt heel leuk. Ja, en dat leuk. Loopt super goed bij het jou. Het loopt heel goed. Zo. Ja, ik kan het goed mixen met de kinderen erbij. Ja. Ondertussen, terwijl zij aan het spelen zijn, kan ik nog even content maken. En jullie hebben een eigen restaurant. En we hebben een eigen restaurant, mijn man en ik. Wij, leuk. Ja, officieel is het hij en zijn broer. Ja. Hij staat in de bediening, mijn man staat in de keuken in Amsterdam. Dus mocht je in Amsterdam wonen en zou je ons eten willen uitproberen, dan misschien een linkje achterlaten. Het heet Esh, E-S-H. En we serveren onder andere hetgene wat we vandaag gaan maken. Ja, leuk. Dus Charlotte gaat het een beetje proeven, maar die moet ook een keer langskomen. Ja, Midden-Oosters eten. Zijn we helemaal in thuis. Dus dat, ik ga iets laten zien. Van, het is heel makkelijk. Maar... Echt leuk, dan is het nu tijd voor de hap van de gast. Ja. Dan kan je gaan vertellen wat we gaan maken. Ja, wij gaan dus een hele frisse Midden-Oosterse salade maken.
heel makkelijk te maken. Het is eigenlijk, nou ja, dat kan iedereen thuis doen. Wij gaan het gebruiken voor de vulling van onze van de pita falafel. Wat super lekker is, maar deze salade kan je dus ook gewoon als bijgerecht. Super makkelijk. Het enige wat een beetje tijd kost is dus het snijwerk. Echt, het moet echt super fijn, hè? Het moet wel, ja, kleine stukjes. Ja. Ja, want het moet in de pita passen en met elke bite wil je zeg maar een beetje van alles lekker proeven. En jij hebt dus allemaal lekkere dingetjes van jullie eigen restaurant meegenomen? Ja. Maar we hebben dus expres gedacht, oké, we gaan die salade laten zien, want lekker makkelijk, nieuwjaar, ja, gezond, makkelijk. Dat ja, wil je op 1 januari. Ja. En je kan de rest allemaal in de supermarkt kopen? Ja, ondertussen kan je pita's kan je gewoon in de supermarkt kopen. Falafel ook. Goemoes. Van verschillende merken. Goemoes. Dus het enige wat je dan niet kant en klaar kan kopen, dat gaan wij maken. Ja. En mocht je benieuwd zijn, ren dan daarna naar de supermarkt. Koop een pita, falafel. Lekker. En dan kan je je eigen pita falafel thuis maken. Vers is hier altijd wel lekkerder hoor, jongens, moet ik zeggen. Ja, leuk. Dan gaan we door naar de ingrediënten. Ja. We hebben nodig een komkommer. Dan hebben we nodig tomaten. Wij gebruiken er 2 of 3. Moeten we even kijken. Dan hebben we nodig een citroen. En dan hebben we nodig tahina. En je hebt verschillende merken. Deze is misschien iets moeilijker te vinden. Maar bij de Jumbo weet ik dat ze heel veel tahini verkopen. Dus wij gebruiken deze. Dat is de beste. Maar jij zegt, want ik heb dus geleerd van mijn vader tahina, dat tahin of tahin is dus alleen sesampasta. Sesampasta. Ja. En tahini is met citroen. Maar dit is toch tahin? Tahini. Zit hier ook citroen door? Nee. Hè? Dus dan klopt die theorie. Nou, ik snap er niks meer van. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar we hebben in vorige afleveringen al 2 keer heb ik tahin gebruikt. Ja. Van gewoon supermarktmerken, dus dat kan helemaal. Tahina. Maar dit is de allerlekkerste. Ja, en Ilan zegt altijd tahina. Ja, dit. Maar Ilan zei dus dat die ene tahina die jouw vader, tahina, die jouw vader heeft gebruikt, ook hartstikke goed is hoor. En dan verder olijfolie. Goede olijfolie, ook belangrijk. En water. Dat was rode ui. Oh ja. Oh nee, geen limoen. Nee, deze. En als laatst rode ui. Maar dit is optioneel, want ik weet dat er mensen zijn die het niet lekker vinden. Dus dan kan je het skippen, maar ik vind het heerlijk. En optioneel peterselie. Voor de mensen die ervan houden. Ja, en jij houdt er niet van, dus we doen het er niet doorheen. Nee, niet er doorheen. Maar jij kan het wel bovenop je pita falafel, kan je wel een beetje peterselie doen. Ja. Dus dat is het. Super simpel. Ja, nou, toch? Dan gaan we nu al naar de how-to. Ja. Gaan we lekker maken. Oké, how-to. Jongens, geen mysterie. Alles gewoon heel fijn snijden. Kleine blokjes, ui, alles door elkaar. Wat ik doe, is het middenstukje van de komkommer haal ik eruit. Zodat het niet te waterig wordt. Ja, vind ik ook want lekker. Want de tomaten is natuurlijk al waterig. Halveren. Ik hoop echt niet dat mijn man zo meteen deze video gaat terugkijken. Die gaat me echt zo uitlachen. Maar kook jij ook wel? Nu wel, want hij is altijd op de zaak. Ja. Dus ik moet wel, maar ik kook eigenlijk dus voornamelijk voor 2 kleine kinderen. Ja. Dus dat is niet echt uitdagend, weet je wel. Maar je kookt ook echt, als je alleen zou zijn, zou je waarschijnlijk veel minder koken, of niet? Als ik alleen zou zijn, zou ik ook niet echt uitdagen. Nee, voor jezelf kook je natuurlijk. Ik heb dat ook hoor. Ja, bestel ik sneller iets of dan, weet ik veel, eet ik een yoghurtje. Of, ik heb gisteren nog een leftover taart gegeten van de verjaardag van mijn dochter. Dat was mijn avondeten. Kan je nagaan. En je hebt ook van die apparaten, hè, die je leven echt een stuk makkelijker maken. Ja, maar mijn kijkers nemen dat mij niet echt in dank af als ik met apparaten werk. Nee, maar ken je die van Tefal, die 5-second chopper? Nee, ik heb het op TikTok voorbij zien komen iemand. Toen heb ik het gekocht en het is echt geweldig. Snijdt hij je groenten? Ja, het is handmatig, dus je trekt aan een touwtje. Oh, die heb ik gezien. En dat, hij werkt goed. Hij werkt super goed. Ja, ik zou hem niet met tomaten bijvoorbeeld gebruiken, want dan krijg je echt puree. Ja. Maar, Ilan zou dit denk ik nog steeds iets te groot vinden, maar sorry schat. Nou, ik dacht ook dat het misschien nog iets kleiner moet, ja, maar dit is al kleiner dan hoe ik het ooit doe hoor. Ja, nou, ik ook. Mag dit al in de schaal? Ja. Grappig, want dit is alleen maar komkommer, maar doordat je het fijn snijdt is het al zoveel lekkerder. Ja. Tomaten. Ik haal altijd het groene eruit, jij? Nee. Nee? Laat je dat erop? Ja, oh, echt het hart eruit. Ja, dit. Ik weet, een vriend van mijn ex had dat. Ja, het hart van de tomaat moet er echt uit. Nee, alleen dit dingetje, weet je wel. Oh. Dat haal ik er altijd uit. Oké, dan doe ik dat ook. En snijden maar. Die ui wordt nog het grappig. Ja, dit is het meeste werk. Ja, en ik ben daar zo slecht. Maar daar is dus die Tefal's 5-second tip voor je kijkers. Ja. Daar is hij echt goed voor. Voor uien en knoflook. Doe je al die zachte er gewoon bij? Ja, doe ik er gewoon bij. Maar het valt er wel een beetje af bij mij.
Nou, maar dat is niet erg. Maar daarom haalde ik dat waterige van de komkommer haalde ik er daarom ook een beetje uit. Dat het niet te veel waterig. En omdat je toch een beetje dat crunchy van de komkommer juist over wil houden. Maar als je dit dus er afvalt, dan moet je het er gewoon bij doen. Ja. Okay. Tenzij je echt denkt van nee, dat vind ik verschrikkelijk. Nee hoor, ik hou heel erg van tomaat. Zo. Het is echt een beetje zo'n, zo'n Roma tomaatje. Oh, jij doet echt zo dat inkepen en dan... Ja, want zo krijg je hem wel gelijk makkelijker in hele kleine blokjes. Nou, en echt, dit moet je Ilan zien doen. Dat heel gewoon, goed. Ah, en dan doe je nog een keer. Eén keer door de helft nog. Twee keer. Bovenkant. Zo. Oké, ik ga dat ook proberen. En dan shoppen maar. Zie je, dan krijg je gewoon echt kleine... Alleen die... Dat laatste is altijd de uitdaging, maar ja. Dat kan je ik vind dit ook wel moeilijk. Ik doe het nooit zo. Nee? Nee. Tadaa, zie je gewoon echt kleine blokjes. Alsof je ze in de winkel in zo'n zakje koopt. Precies. Maar die zijn niet lekker. Nou, dit was echt super snel. Ja, vooral omdat we het gedeeld hebben. Ja, dat is wel gezellig ook. Zo. Ik ga alvast door met een citroenetje. Hoe vers jij dat? In je hand of in een zeefje? Verschilt. Soms als ik de zeef niet kan vinden, dan doe ik het gewoon even met mijn hand of met zo'n vork, weet je wel. Is dit fijn genoeg wat ik heb? Ja, weet ik. Ja, is prima. Ja? Alle pitjes eruit, want dat vind ik echt verschrikkelijk als je dan de pitjes nog eruit moet gaan vissen uit je salade. Nou ja, daarom doe ik het dus in een zeefje of in mijn hand, want dan heb je geen pitjes. Ja, precies. En dan daarna een beetje olijfolie. Oh ja, hij was een beetje te vol. Ik had hem niet bijgevuld. Ik zie het. Okay. En zout. Ja. En dit is een beetje afhankelijk van hoeveel je van zout houdt. Maar wij eten best wel zoutig. Ik ook, ik hou echt van zout. Nog meer zout? Zo. Dan komt er dus wel heel veel vocht nog uit. Als je het te lang laat staan wel, want dan door dat zout gaat hij dan een beetje waterig worden. Maar op zich, zo. Dit is de salade. En dan gaan we nu de tagina maken. Ah. En de tagina is... Je weet hoe je dat aan moet maken, toch? Tagina? Nee. Maar om het te gebruiken met gerechten doen wij het eigenlijk mixen met water en een beetje citroen. En dat doe je heel geleidelijk, want je gaat zien wat er gebeurt. Echt? Als... Anders gaat het zeker niet mengen. Het wordt eerst een hele dikke substantie. Kijk, het komt er eerst heel dikkig uit. Dit is het. Ja. Dat je denkt, oké, wat wordt dit? Maar daarom heel vaak wordt het puur gebruikt. Maar ik vind dat zo heftig. Nee, dat is ook hartstikke heftig. Zo. Even met mijn vinger hoor. Ja, je hebt altijd zo'n dikke... Ik zal niet mijn vingers aflikken. Mag hoor. Nee. Ik vind dat dus niet heel lekker met... Nee, jij ook niet. Nee, ik vind dit te heftig. Ja, ik ook. Maar als je het mengt met water, is het zo lekker ook op je rijst. Als je kebab eet bijvoorbeeld. Ja. Is tagina heerlijk. Mm. En wat jij dan mag doen, is met steeds een klein beetje water toevoegen. Dan kan ik door blijven roeren. Dus dit is de substantie nu. Koud water? Ja, maar echt een klein beetje hoor. Ja. Kijk, als je gaat roeren, dan ga je zien dat die van substantie verandert. Dan wordt het eerst nog dikker. Dat je denkt, wat wordt dit? En dan, ja. Zie je? In plaats van dat die vloeibaar wordt, wordt die eigenlijk dik. Nu mag nog meer water. Grappig. Ja. En beetje bij beetje. Hoe kan dat? Ja, durf ik je ook niet zeggen. Wat apart. Maar ik weet dat hij zo dus... En nog meer beetje water. Dus ja, hij wordt alleen maar dikker. Dus je gaat eigenlijk door met water... Totdat je dus de juiste substantie hebt. Grappig, hè? Dit vind ik echt heel interessant. Maar dat komt misschien omdat de olie ervan in de war raakt of zo. Door het water. Nou, misschien dat je vader het... En dat ontbindt. Ja, ik weet het niet. Nog meer water. Het is echt het enige waarbij je water toevoegt en het niet dunner wordt. Ja, grappig hè? Vind ik heel leuk. Ja, zo maak je dus tagine aan. Ja, doe maar nog meer. En dit totdat je echt een beetje een romige paste krijgt. En uiteindelijk wordt het dus weer dunner. Uiteindelijk, kijk, nu gaan we weer. Lichter van kleur. Ja. Zie je, zo denk je, ik heb iets heel simpels, maar uiteindelijk zitten we hier helemaal interessante wetenschappen. Ja. En deze salade kan ook zonder tagine, hè? Maar... Ja, tuurlijk. Ik vind het juist dat Midden-Oosten lekker maken. Ja, maar nog meer water. Je doet geen peper erin. Ja, peper kan ook. Ja, ik ben dus ook weer zo'n tut. Ik hou niet echt van peterselie en koriander en ook niet echt peper. Wow, interessant is joh. Leuk hè?
zou het bijna op school kunnen doen met kleuters als activiteit. Ja. En als ze vragen, wat gebeurt er? Waarom wordt dit zo? Dan denk ik, ja, weet ik niet. Dat weet ik niet. Nu is hij goed, denk ik, of niet? Nog een beetje. Dan gaat ook nog citroen. Ja. Maar die citroen zou ook over de salade zelf kunnen, hoor. Alleen maar daar, ja, oké. Okay. Want het wordt uiteindelijk toch gemengd. Ja. Maar wel is een het. Hele citroen, toch? Qua sap. Ja. Ja, want we hebben best wel veel salade. Ja. Maar dit is een beetje de substantie waar je voor wil gaan. Dus niet te waterig, een beetje gewoon het crème. En als je in één keer al dat water had gedaan, was het dan niet gelukt? Of? Nee, ik heb het nooit geprobeerd, want Ilan heeft het me geleerd. Ja, wat leuk. Dus beetje bij beetje. En dan doen we nu voor de zekerheid nog een beetje citroen hierbij. Zitten er geen pitjes? Oh, die haal jij er dus uit, ja. Ja, ik heb er eentje uitgehaald en volgens mij zitten er verder geen pitjes in. Kijk, oh ja, ik zag een pit. Pit, daar gaan we. Oh nee, gelukkig in de tagine en niet in de salade. Zo. Lekker joh. En er zit nog een beetje sap van de citroen, dus die doe ik gewoon in de salade zelf. Zodat het gewoon wel lekker dat zure. Dus dat vinden we wel heel lekker. Dat het toch een beetje fris is. Omdat falafel en pita best wel zwaar is. Citroen er doorheen mengen. Ilan die vroeg ook aan mij van ja, maar zal ik tagine maken? Ik zei nee, het gaat er juist om dat ik het laat zien. Ja, hij zei, weet je hoe dat moet dan? Ik zou, hoe denk je dat ik het overleef als jij niet thuis bent, liefschat? Ja. Dan maak ik echt wel eens wat eten hoor. En dan gaan we gewoon lekker in de salaat. En het is echt niet heel veel. En als je denkt van, ik wil meer sesam, dat vind ik veel lekkerder, dan kan dat natuurlijk. Maar ik vind het wel een mooie verhouding zo. Ik denk het ook. Het moet niet te overheersen, weet je wel. En hierdoor maakt het zeg maar net wat romiger. Lekker. Nou, en dan is dit lekker. De salade. En je ziet hier al dat inderdaad wat vocht komt. Dus dit is het. Ik vind het juist wel lekker, want als hij goed op smaak is, hou ik wel van het vocht. Oh ja, en je schept het niet mee in je broodje. Nee, je pakt het met een lepeltje, dan pak je de bovenkant. Maar ik vind dat water juist ook wel lekker. Het is ook wel lekker. En dit is het. Dit is de salade die we gaan gebruiken voor onze pita's. Nice. Ik zou tegen Ilan, hoe heet zo'n salade nou? Hij zegt de chopped salad. Chopped salad of Middle Eastern. Chopped salad, dat is ook wel leuk. En nu ga ik je laten zien, we hebben verse pita's. Lekker. Ze zijn natuurlijk een beetje koud nu. Maar dit is gewoon, wij hebben wel de luxe dat wij dit nu mogen proeven. Ja, want pita uit de supermarkt, je weet het wel, hè. Die zijn wat dunner, die vallen wat sneller uit elkaar. Dus dat is wel echt een dingetje. Deze niet. Oh. Die zijn gewoon echt fluffy. Oh, lekker. Oh, mijn vader, die gaat dit allemaal... Oh, ja. Daar komen echt van jullie eten. Oh, mijn god. We hebben echt drie meegegeven, dus eentje mag je lekker... Over mijn vriend. Dat. Oh, mijn god, als jullie dit konden voelen, kijk even. Ja, heel fluffy en... wanneer is een pita nou een goede pita? Nou, wanneer die het een beetje als een wolkje aanvoelt. Oh, dat is wat Ilan God. Altijd zegt. Ik heb nog nooit zo'n pita. Dit is gewoon, mijn bonusdochter zou dit gewoon als speelgoed willen om in te knijpen. Ja, ja, want je moet hem kunnen vullen. Je moet hem kunnen... dat kan echt niet in de supermarkt. Nee. Ik heb hier ook wat extra dingen die erin kunnen. We hebben hier zelfgemaakte kool en zelfgemaakte augurk. Echt? Ook heel lekker. En dat vind ik dus heel lekker voor de bij. Want dat geeft het net een extra... Die is ook mijn favorite. Oh, ik hou van kool. En een tipje voor jullie. De Albert Heijn. Ja? De reclame. No spon. Mag wel, Albert Heijn. Deze. Dit. Dit is de beste hummus die je daar kan kopen. Oh. Wij zijn geen fan van fabriekshummus, want wij maken het zelf. Maar deze, dat vond zelfs Ilan geweldig. Hoeveel procent? Mag ik eens kijken? Klila. Kent het ook niet hoor. 49% kikkererwt. Ik ben benieuwd. Ja, die is echt lekker. Heel populair. Oh ja, ruikt heel goed. Ja, dat is echt de beste hummus die je dus in de supermarkt kan kopen. En dat gaan we ook gebruiken om de pita's mee te vullen. En dan heb ik ook voor het restaurantgevoel. Oh, wat dat lekker. Dat we die pita hierin doen. En dan zo lekker gaan eten alsof we in een restaurant zijn. Kijk. Oh, zo ja. Zie je? Dus hij valt niet uit elkaar. En dat moet je hebben. Dat je hij gewoon bouncy. Een soort elastiekerig bijna. Ja, je kan hem goed vullen zonder dat hij dus uit elkaar valt. Geweldig dit. Dus dit is het. Nou, we gaan het vullen met wat je lekker vindt. Hummus. Verder ik hou ook echt van knoflooksaus. Dat zit niet officieel in een pita falafel. Ja, maar lekker. Ik hou niet van droge pita. Ja. Dus ik gooi er op de zaak altijd een beetje knoflook doorheen. Oh, over knoflook gesproken. Jij moet een gouden kooktip delen en ik weet dat het iets met knoflook is. Ja, dat is toch wel echt het the secret to a lot of flavor. Ah, oké. Okay. Ben ik achter. Nu de gouden kooktip eventjes. Ja, nu gouden kooktip? Ja, ik denk terwijl hem lekker vullen kan je dat misschien wel vertellen. Ja. Gouden kooktip is knoflookolie.
En dan zou je denken van, oké, dat is knoflookolie. Wat... Nee, ja, ik ben gek op knoflookolie. Ik ben benieuwd wat je gaat zeggen daarover. Ja, nou, dat hebben we dus altijd in een koelkast staan. Mijn man die maakt dus 300 ml olie, wat voor olie dan ook. 10 teentjes knoflook en dat gewoon met de staafmixer. Daar maakt hij eigenlijk al zijn gerechten mee. En we doen het zelfs, we hebben het op de zaak ook, en we doen het zelfs op het randje van de pizza. Oh, wat lekker. Hij heeft dus zo'n kwastje en dan gaat hij zo eromheen met dat knoflook. En dat maakt echt zoveel verschil om je vlees mee te bereiden, om je rijst ook mee te bereiden. Fried rice, alles met knoflookolie. Het spijst het allemaal op. Maar dat is gewoon echt één mengsel worden dan, toch? Ja. Ja, het wordt gewoon een beetje dikkig. Ja. Oeh, lekker. En dat kan je heel lang bewaren. Mensen weten nooit waarom onze pizza zo'n andere smaak heeft. Ik maar heb zoveel zin om die te eten. Kijk, ik pak gewoon extra veel hummus. Oh ja, die zien er lekker crispy uit. En vullen maar. Lekker. Nou, de falafel is klaar. En dan doen we er lekker wat augurken bij. Heerlijk. En dan falafel. En misschien wel leuk om eventjes de binnenkant lekker te laten zien. Die doe je gewoon in zijn geheel, hè? Ja. In zijn geheel erin. Lekker. Zo. Even kijken, dan nog meer kool. Zo. Genieten hier. Wat leuk dit. Nog nooit dit bij een broodje falafel gehad. Zo. Het is wel grappig. Ik denk alleen maar aan mijn vader terwijl ik dit allemaal aan het doen ben. Omdat ik gewoon weet hoe lekker hij dit vindt. Het ziet er lekker uit. Tada. Heerlijk. En ik zou ondertussen als ik eet... Heb je steeds bijvullen. Oh, ja, gewoon op tafel neerzetten en bijvullen. En dan bijvullen ook met saus, ook met hummus. Oh. Weet je wel, dat je constant een beetje dipt. Maar kan je dit bij jullie ook dan to go halen? Ja. Oh. En jij zou er dan eventueel peterselie overheen kunnen doen. Yummy. Lekker, jongens. Dan is het nu tijd voor de taste test. Ja. Dit zou ik niet op je eerste date eten. Ik weet niet, het eet altijd een beetje moeilijk. Altijd op de zaak ook zie je mensen echt zo... Hey, eet smakelijk. Oh mijn god, dat broodje is zo wolkenachtig. Oh, lekker. Lekker, lekker zuur. Heb je dit genomen? Ja. Oh, ik vind het... Die tahine is ook heel lekker. Lekker, hè? Oh mijn god, het is zo lekker. Mijn man kan trots op me zijn. Ik heb echt een smaak gebracht. Ik had nu alleen nog maar een hapje met salade en het broodje. Dus ik had nog niet eens de rest. Dus die salade is heel goed op smaak. Ja, hè? Oh, wij serveren het ook met shawarma en kebab. Lekker, hè? Ik vind het heel lekker. En die crunch... Ik wil het nu helemaal opeten, maar we moeten alweer door. Ja. Jij moet je kind zo halen. Ja. Oh, dat is echt geweldig. En ik denk ook als ik hem nu laat staan, dat hij nog steeds lekker is. Want dat trekt een klein beetje in dat bouncy. Goed, hè? Oké, dan is het nu tijd voor het vragenvuurwerk. Dit heet normaal de kookwekker, maar het is nu natuurlijk oud en nieuw. Vragenvuurwerk. Oké. Wat is je meest memorabele oud en nieuw? Ik denk in Rio. Oh. De Copacabana. Ja, puur om de plek natuurlijk, hè? Weet je normaal? Wie was je dan? Ik was met mijn ex. Dus daarom zeg ik dat alleen de plek. Want ik vond, het gezelschap was... nee. Ja. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben Ilan en ik volgens mij geslapen. En dat was heel memorabel, want we waren hartstikke moe. Want we hadden net een kindje van 1. Oh. Weet je wel? Dus die liefde was gewoon natuurlijk veel meer aanwezig dan op Copacabana met mijn ex. Weet je wel? Maar dat... Ja, memorabel gewoon. Ja, gewoon qua plek. Ja. Dat was wel heel wow. Zoveel vuurwerk. Weet je, in Nederland is natuurlijk toch allemaal wat minder. Ja. Oh, leuk. Ja. Hoe ga je dit jaar oud en nieuw vieren? Ik denk dat mijn man aan het werk is. Dus ik heb 2 kleine kindjes, dus wij zijn gewoon thuis. Ja, ja een beetje saai. Mijn ouders komen dan denk ik ook gewoon langs. Oliebollen op de bank. Dat vind ik zo lekker trouwens. Gewoon lekker op de bank. En dat is het als je moeder bent. Oh. Dan kan je zo genieten van die warme, knusse momenten met de familie. Dat je gewoon lekker op de bank met een dekentje, oliebollen, en champagne en that's it. En je hebt de reden om ook gewoon dat te mogen doen. Ja, I love it. Niet partyen, heerlijk. Nee. Ja. Heb je goede voornemens? Ja, zoals altijd. Ik denk zoals iedereen. Heb jij dat ook? Ik heb ook dus niks specifieks. Nee, zeker niet. Nee, gewoon het sporten is er de laatste 2 maanden weer helemaal... weet je wel, dus gewoon echt meer bezig zijn met mijn gezondheid. Oh ja. Ik eet nu heel slecht. Dat zou je niet zeggen, maar ik... Ja. En ook sport is natuurlijk gezond voor je. Ik merk met kinderen dat je gewoon energie moet hebben. Ja. En mijn lichaam is gewoon niet meer wat het was. Dus gewoon wel meer sporten en wat bewuster met eten en gewoon... iets minder op mijn telefoon. Ik ben echt zo... Dat vind ik ook een hele goeie. Verslaafd. Dan meteen, ik word wakker en ik zit gewoon gelijk op mijn telefoon. Dus misschien daar ook iets bewuster mee zijn. Ja. Wie ga je als eerst knuffelen om 12 uur 's nachts? Ja, je kinderen. Nee, ik denk mijn man. Is die er wel dan? Ja, ze gaan de restaurant gaan ze sluiten rond 10:00. Oh, oké. En dan gaat hij naar huis. Ja. En dan,
Fijn moment is dat, hè? Om 12 uur. Ja, ja, mijn man altijd als eerste. Waar ben je dankbaar voor het afgelopen jaar? Ja, voor mijn familie. Ja. Jij bent echt, dat weet ik nog van vroeger, echte familiemens. Ja, echte familiemens. En het feit dat ze allemaal nog gezond zijn, dat moeten we echt niet voor lief nemen, gezondheid, weet je wel. Dus niet alleen van onszelf, maar juist ook van degene om ons heen. Ja. Want als dat wegvalt, dan raak ik echt helemaal overstuur. Dus gezondheid van mijn kindjes, van mijn man. Het feit dat we, dat we nu gewoon een hele mooie nieuwe zaak hebben. Ik ben voor zoveel dankbaar dat we überhaupt... Dat we er zijn en leven. Ja. Cliché. Nee, maar jij bent daar wel mee bezig altijd, ja. hè? Ja, zeker. Ja. Mooi. Doe je aan Dry January? Nou, ik moet zeggen, nee. Ik doe niet aan die hypes van Dry January en dat niet roken. Want ik drink sowieso niet heel veel. Oh, nee, ik ook niet echt. Ik doe echt misschien met speciale gelegenheden. Ik vind wijntjes heerlijk. Dus als ik met vriendinnen ben, drink ik een wijntje, twee wijntjes. Laatst bijvoorbeeld dronken we lekker een paar cocktails op de zaak. Dus het is niet dat ik denk van, oh nee, ik ga niet drinken. Ik hou van gewoon gezelligheidsdrinker ben ik. Maar thuis in mijn eentje drink ik niet. Nee. Dus ik heb zoiets van, als ik in januari lekker uit eten ga met mijn vriendinnen, dan ga ik ook gewoon een wijntje drinken. Ik ook hoor, ik doe er ook niet aan. Nee, maar dat is denk ik echt voor mensen die gewoon structureel elk weekend per se een drankje willen. Precies. En dat is bij mij niet. Waar ik wel aan zou moeten doen is minder suiker. Want daar, dat doe ik wel echt elke dag structureel te veel suiker. Oh, net niet. Ik heb dus echt dat ik gewoon naar de supermarkt ga en een zakje snoep of een zakje of een Milka reep. En dat ik dat gewoon elke dag nodig heb. Dus ik ben echt suikerverslaafd. Dat is echt verslaafd. Ja. Ja, echt, Ilan ook, hoor. Als we thuis komen, dan zitten we gewoon te zoeken naar suiker. Dat is even slecht. Oh. Het is gewoon echt een soort van cocaïne. Dat is gewoon zo op zijn top nu bij mij. Dat is goed voornemen dan. Ja, ik moet echt stoppen met geraffineerde suiker. Nee, ik doe niet aan Dry January. Maar als jullie dat wel doen, good luck. You can do it. Laatste vraag, over suiker gesproken. Wat is je favoriete snack bij de oliebollenkraam? Ja, ik denk wel gewoon de naturel oliebol. Lekker. Of krenten. En liever een oliebol of een glas champagne? Oeh, ik vind champagne ook wel lekker. Ik denk een oliebol. We hebben trouwens, vergeet ik nu helemaal, we moeten nog even een champagneflesje opentrekken. Oh, lekker. Een oliebol en dan met een pot suiker, weet je wel? En dan gewoon kristalsuiker. Nee. Poedersuiker en dan bij elke hap dippen. Ja, het is echt verschrikkelijk, jongens. Gewoon ook helemaal dit vergeten te doen. Hè, maar jij bent niet echt van de zoete, denk ik. Nee, maar oliebollen, dat is deeg. Dat vind ik echt heerlijk. Ja, ik hou van deeg. Maar jij kan het dan ook zonder poedersuiker. Ja, heerlijk. Nee, ik vind met poedersuiker nog steeds eroverheen strooien bij elke hap. Voor de suiker. Ja, voor de suikerverslaving. Ja, echt. Nou, dat was de vraag voor je werk. We doen even snel een flesje openpoppen. Wil jij hem openmaken? Ga ik pas eventjes vertellen wat de hap van de gast is, van Charlotte is. Ja, van jou. Wat we gaan doen, superleuk. Het is best wel bekend, maar ook weer bij heel veel mensen niet. Namelijk, je oude oliebollen recyclen tot wentelteefjes. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, het is echt best wel bekend, maar heel veel mensen... Heerlijk. Ik dacht, misschien inspireer ik mensen hier. Ja, zeker. Hele schaal vol oliebollen. Nou. En het is super makkelijk. Dus ik ga even, terwijl jij het overmaakt, vertellen wat we nodig hebben. Oh jezus, dit vind ik altijd zo'n eng moment. Ja, daar komt-ie. Ah! Oh, sorry. Ja, het gaat vanzelf. Dat was echt een heel mooi shot als ik die in slow motion afspeel. Jij gilde niet, volgens mij. Want ik voelde die druk en ik denk, ik ga niet gillen. Jij deed het al voor. Het gaat gewoon vanzelf bij mij. Ik kan er echt niks aan doen. Oh, heerlijk. Vanuit de fles, nee. Lekker om 10:30 1. Ochtend, nee. Is het alweer 12:30? 12:30. Schenk hem even hier. Oh jongens, ik moet zo mijn kind van de basisschool halen. Ik doe een slokje. En ja joh, klein beetje. Cheers. Nou, cheers. Lekker. Thanks for inviting me, hè. Leuk dat je er bent. Oh, lekker is hij. Heel veel prik. Oeh. I love it. Lekker. Dus, over Dry January. Wat hebben wij nodig? Drink jij lekker door? Leg hem even weg. Ik zeg net, ik drink nooit. Nee, maar dat betekent niet dat je heel vaak drinkt als je nu hier drinkt. Ik vind het gewoon lekker, ja. Special occasion. Ja, vind ik ook. Wij hebben nodig ongeveer 4 oliebollen. We hebben hier lekker krentenbollen, oliebollen, nog bollen met kaneel. Maakt allemaal niet uit. Allemaal lekker. Heb je nou geen oliebollen, maar oud brood, kan je dat ook natuurlijk doen. Ja. 2 eieren. 150 ml melk. Ik gebruik dus Oatly. Ja, gebruik volle melk is het lekkerst. Dit is dus Oatly en dan vol. En een snufje zout. Dit is optioneel, maar dit is 1 theelepel vanille extract. Mocht je het hebben staan of aroma is het lekker, maar het hoeft echt absoluut niet. Kaneel hoeft natuurlijk ook niet. Maar is wel lekker. Hou jij wel van? Ja, heerlijk. Lekker. Soms doe ik het over mijn cappuccino heen. Oh ja, lekker. Heerlijk. Vind ik ook heel lekker. 50 gram fijne suiker.
En je kunt natuurlijk ook poedersuiker gebruiken, want dit gaat er overheen. Nou, dan kan je het nog helemaal lekker gaan versieren met bijvoorbeeld slagroom. Wanneer gaan we onze haarband eigenlijk opzetten? Nou, dat kunnen we nu doen. Helemaal gezellig. Hoppa. Zo. Happy New. En wat ik vergeten ben, is dat we ook nog 20 gram roomboter nodig hebben. Wij nemen een kom en dan splitsen we 2 eieren. Oeh, ken je dat je denkt, moet ik hem nog een keer? Ja. Wil jij ook een ei splitsen of wil je kijken? Kijk maar. Wat jij wil. Zo, dat klonk heel soepeltjes. Zo. Lekker. Ik maak elke dag bananenpannenkoeken en er gaan 10.000 eieren doorheen bij ons. Melk. Een halve theelepel kaneel doe ik hierdoor en die andere helft gebruiken we om door de suiker te doen. Oh ja, heerlijk. Ik ben altijd van, wel, er mag echt wel lekker veel kaneel in eigenlijk. Ja, I love it. Dat is ook echt winter, hè? Zo lekker. Kaneel is zo warm. Pumpkin spice ook. Ja. Snufje zout is echt heel erg lekker. Ik hou sowieso heel erg van inderdaad zout toevoegen bij havermout. Ja. Baksels. Dit is dus nogmaals echt optioneel, want ik heb het eigenlijk pas 1 keer met dit gemaakt, maar ik vond het wel lekker. Oh. Is gewoon lekker. Heerlijk. Als geurkaars dit. Zo lekker. Gewoon op gevoel. Dit is dus echt zo'n extract, maar je kan ook aroma gebruiken natuurlijk. Of een beetje vanille suiker. Ja, vanille is gewoon lekker. Ja, ik hou ervan. Ik ook. Ja, ik dacht dat jij dat wel lekker zou vinden. Ja, wentelteefje sowieso. Oliebollen ook. Zo lekker. Deze oliebollen komen uit de vriezer, want die zijn van vorige week. Maar ik dacht, dat is wel leuk. Dat is echt het recyclen van oude oliebollen. Oh, je kan het in een vriezer ook gewoon bewaren. Ja, en die andere heb ik gisteren vers gehaald voor nu. Dus als je straks een oliebol wil, zou ik lekker die versere nemen. Oh, wat grappig. Maar deze zijn dan dus top voor de wentelteefjes. Ongeveer 4 plakjes. Nou, dat is echt een goeie hoor. Want weet je hoeveel oliebol ik eigenlijk weggooi? Ja. Ik koop er altijd wel genoeg, weet je wel, voor iedereen. Als er mensen langskomen en dan heb ik er nog 4 liggen, denk ik ja. En dan ben ik nu wel echt te... zo bezig als ik ze alle 4 naar binnen ga werken. Ja, plus je denkt, dat is het dus. Dat je denkt, ja, ik kan het niet allemaal meer opeten. Maar of vries het in en eet het later nog lekker in de oven. Of vries het in en maak er later bent dat eventjes van. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe het echt gaat smaken. Maar dit is het perfecte katervoedsel ook, hè? Ja, ik kan me wel voorstellen. Heb je dit recept al zelf geprobeerd? Ja, zeker. Oh, het is echt lekker. Het is heel lekker. Oh. Ja, en dit is net als, zeg maar, zo'n pita. Is dit ook zo lekker fluffy. Nee, dit wordt gewoon nu even boter verwarmen en lekker aan de gang. Heerlijk. Ja. Er mag echt lekker wel wat boter in. Kan natuurlijk ook minder doen. Dit is echt best wel veel. Dit is veel. Dit is echt veel. Maar wel lekker. Ik hou van boter. Katervoedsel. Ja, en wat doe jij dan het liefst met oud en nieuw? Ga je wel feesten? Wij gingen vorig jaar, dat was echt mijn leukste oud en nieuw, naar de familie van mijn vriend. En zij hebben echt een heel mooi groot huis, konden we daar slapen. Dit is trouwens een beetje te veel boter. En hadden we een themafeest en zo. En dit jaar gaan we er weer heen, maar dan zonder themafeest. Ook wel lekker. Hoef je niet zo al die kleren en zo bij elkaar te... Oké, dit was te veel boter. Zo. Oké, lekker erin dopen. Kan gewoon lekker met je hand. Het is 1 januari nu. Ja, waarom niet? We hebben een kater. Hoppakee. En zo ga je dan lekker door. En dan lekker in ongeveer 5 minuutjes halverwege even keren. Lekker goudbruin bakken. Oh, love it. Zo lekker. Kinderen vinden dit trouwens zo lekker. Mijn moeder die was altijd thuis met tussen de middag. En ze maakte heel vaak wentelteefjes met oud brood. Oh. Hoppa. Lekker joh. Ik ben altijd een soort van ongeduldig. Dus ik ga altijd al te vroeg flippen. Waardoor ik ze uiteindelijk daarna nog een keer moet flippen. Ja. Maar ik vind het al gewoon lekker om te zien hoe het met ze gaat. Maar ja, het is toch beter dat je te vroeg flipt dan te laat. Ja. Dan kunnen ze gewoon de prullenbak in. Precies. Ja, het idee was een beetje van, oké, je wordt wakker, je hebt een kater. Je ziet die schaal oude oliebollen staan. Bijna iedereen die melk drinkt en eieren heeft het wel in huis. Ja, heel makkelijk. Ik ga dit maken hoor. Ja? Ja. Je gaat het sowieso overhouden, zoals elk mens. Ja. Ik denk dat ze wel bijna klaar zijn. Kijk dan. En je kan het natuurlijk ook een beetje sompig laten of wat knapperiger, wat jij lekker vindt. Ja. Een soort pancakes. Ja, die American, die wat dikker zijn. Oh, ik kan niet wachten om dit te proeven. Ja, dit is heel lekker. Dit is dus, om heel eerlijk te zijn, eet ik ze het liefst gewoon zo. Dus niet meer met fruit en slagroom. Nee. Maar ik vind het wel leuk om het te laten zien. Als je ze een beetje mooi wil opmaken. Ik doe gewoon even hier een beetje zo bij deze leuke, plantaardige. Voor het idee. Even dat het er een beetje mooi uitziet. A little bit of cinnamon.
Oh, heerlijk. Nou, dit zou zo in een restaurant kunnen. Super lekker. Je kunt er natuurlijk ook lekker jam op doen. Of ja, van alles. Maar het liefst neem ik gewoon lekker dit stukje hier. Waar alleen maar kaneelsuiker op zit. Ja, heerlijk. Mogen we proeven? Ja, we gaan tasten. Oké, jij had dus een specifiek stukje. Nou ja, ik wil gewoon lekker stukje. Eigenlijk waar gewoon alleen maar dit. Ik ook. Daar ben ik ook wel van. Het is gewoon lekker. Lekker, hè? Oh mijn god. Je proeft toch eigenlijk echt wel dat het een oliebol is? Ja. Gewoon net wat ja. Het is echt hartstikke lekker, oh mijn god. Nee, het smaakt super vers ook. Dit had ik niet moeten leren. Ja, wat jij natuurlijk heel lekker vindt. Maar deze bevroren oliebol smaakt echt mega vers. Dus dat is ook echt een tip. Hoppakee. Nee, jongens, echt. Sla oliebollen in. En doe ze in de vriezer. Lekker. En haal op zaterdagochtend, weet je wel. Of op zondagochtend. Haal lekker een oliebolletje eruit. Het ontbijt ook snel. Ja. Heerlijk. Lekker, hè? Deelt je dit in met een kater ook? Dit is perfect, want ik weet niet van jullie. Januari is voor mij altijd een beetje een sombere maand. Ik vind het ook somber. Dus comfort food hoort er gewoon ook een beetje bij. Ik ben niet van mezelf afstraffen, want dat hou je nooit vol. Nee, dat ben ik ook mee gestopt. Ja, gewoon een beetje een gezonde balans. Ja. Daarom zeg ik lekker op zaterdagochtend. Heerlijk. Lekker een olie, maar ik neem er nog één. Ja, neem jij lekker nog één. En wat dus ook grappig is, we sluiten het jaar af, maar we sluiten hiermee ook seizoen 1 en de specials van Babbelhap af. Want hierna wordt het seizoen 2. Dus wil je een seizoen 2 met allemaal bekende gasten, ga alle video's liken. Met terugwerkende kracht, ga overal op reageren. Ja. En wat heel leuk is, dat we nog als laatste weer een winactie hebben. Superleuk. Ik ga hem heel even erbij pakken. Ja. We hebben een kerstwinactie gehad, oudjaarswinactie. Dit is nieuwjaar, want er zit lekker katervoedsel in. Dus lekkere chippies, mijn favoriete truffelbrood. Maar ook wat gezondere dingen, zoals biologische maisballen met kaneel. Lekkere dadels. Gezonde maiswafels. Maar ook van die hele gezonde reepjes. Oh ja, superleuk, Charlotte. Gembersapjes. Heel leuk. Lekker saus met pasta, dat als je gezin hebt om te koken. Dus dit is een variatie van alles. Perfect. En ze moeten even naar de Instagram gaan. Oké. Okay. Daar staat een filmpje waarop je precies ziet wat hier allemaal in zit. Ja, superleuk. Dan kan je lekker winnen. Ja. Leuk, hè? Top. Ik zeg meedoen met de winactie, jongens. Ja, leuk. Ik doe zelf ook mee. Goed zo. Moet je wel anoniem, want ik mag jou natuurlijk niet kiezen. Nou, superleuk dat je er was. Ik heb echt het gevoel dat ik iets vergeet, maar volgens mij hebben we alles, toch? Nee, volgens mij ook. Wij gaan lekker dat even opeten en dan race jij door naar jouw kind. Ja, en jongens, ik wil eventjes bij deze. Charlotte, ik wil jou ook net een knuffel geven. Ja, Charlotte moet even heel veel likes en abonnees en comments op haar video's. Want even serieus, dit is hartstikke veel werk. En ze pakt het super professioneel aan. Echt met kaartjes. Ja, jullie zien het, jullie maken het mee. Nou, lief met van jou. Kaartjes en al. Dus geef haar even wat liefde. Dat is echt super belangrijk. Dan weet ze ook dat jullie het echt leuk vinden. En dan gaat ze door met seizoen 2, 3, 4, 5. En dan krijgt ze samenwerkingen met allemaal leuke merken. Oh, cute. Dus even doen, even liken. Dankjewel. Ja. Heel lief van jou. En vergeet Rachel niet te volgen. Ja, als jullie het leuk vinden. Kom lekker naar mijn Instagram. Ja, ga er in ieder geval op Instagram volgen, want daar begrijp je het sowieso. Ja. En ga lekker eten bij jullie. Ik kom sowieso. Ja, en jullie zijn ook allemaal... laat je even een linkje anders achter. Ja, in de description van onze zaak. Ja. Op het Museumplein. Jullie zijn allemaal van harte welkom om lekker vers pita falafel te komen eten. Zouden we heel leuk vinden. En Happy New Year, jongens. Ja, Happy New Year. Het is nu gewoon oud en nieuw. Ja. Oké, dat was hem. Happy New Year. Woehoe. Wie heb je als eerst gezoend? Nou, jou. Jou. Oké, jongens. Oké, tot de volgende aflevering van haar dan. Ja. Doei. Bye. Ik ben er wel van. Heel langzaam. Ik dacht, jij staat heel soepel op. Maar... Mijn vader die kwam ook echt zo. Ja, maar ik zit al 10 minuten, hè. Wat verwacht je van mij? Nee, nou, welkom. Wacht even.